ben begonnen met beeldhouwen omdat ik dat een heel fijn proces vind, heel creatief. Ik kan er veel energie en emotie in kwijt. Ik maak eigenlijk drie soorten beelden, zeg ik altijd zelf. Het is figuratief, het is abstract en het is een combinatie van, ik noem het maar, beeldvormen. En wat me in abstract aanspreekt is dat je hele mooie lijnen kunt maken en een heel mooi vloeiende beelden kunt maken. Heel af en toe laat ik me leiden door de tekening in de steen. Meestal heb ik een plan. Dan weet ik van tevoren wat ik ga maken en daar zoek ik een steen bij. En dat kan één kleur zijn, maar het kan ook een steen zijn met meer decoratief karakter. Keuze tussen abstract en figuratief heb ik eigenlijk niet gemaakt. Ik wissel het feitelijk min of meer af. Ik maak een abstract beeld, een figuratief beeld en ik vorm een beeld. En dat doe ik eigenlijk al heel lang. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, je moet een keer een keuze maken, maar ik vind voor mezelf dat dat niet hoeft. Ik vind alle drie de processen vind ik gewoon heel fijn om te doen. Als ik een figuratief beeld maak, heb ik echt een plan. Dan heb ik een tekening gemaakt, maar vaker nog een modelletje. En dat kan van karton zijn of van klei, dat ik wat houvast heb. En ook voor de verhoudingen, de maat. Ik vind als het figuratief is, moet het ook lijken. Dat is een proces. Het maken van het modelletje en daarna dat omzetten in een steen. Ja, dat vind ik heel fijn om te doen. En ik zoek dus altijd bij het model wat ik gemaakt heb, zoek ik een passende steen. Figuratief moet voor mij wel lijken, maar... Ja, er zijn ook daar weer nuances. Hè. Er zijn ook figuratieve beelden die ik gemaakt heb, waarvan je wel ziet dat het een kop is. Maar het lijkt op een Picasso-kop. En dat is natuurlijk niet een echt hoofd. Niet realistisch, maar je ziet dat het een kop is. Dus ook daar weer heb je de nuance van het is weliswaar figuratief. Je herkent het, maar het is niet een echte weergave van de werkelijkheid. Tegenwoordig werk ik bijna altijd machinaal. Dat wil zeggen, ik maak de ruwe vorm van een beeld maak ik machinaal. Hou er altijd een meerdere centimeters speling in. En het laatste deel doe ik met de hand. Dus het laatste deeltjes eraf hakken echt en beeld houden. En vervolgens het afwerken, het schuren, polijsten is handwerk. Dat is puur de ervaring. Dat hakken, de dreuntjes continu in de steen, die kunnen zorgen voor breuk. En ik heb het meegemaakt, ja. Ja. Ik pak af en toe nog een zachte steen, maar de voorkeur ligt toch bij de wat hardere steensoorten. Dan moet je denken aan de marmer en de springstone. Maar ik gebruik ook zachte steen. Ik heb laatst voor een veiling, voor een goed doel, had ik een beeld nodig. En dat moest redelijk snel gemaakt worden, dus dan neem ik een zachtere steensoort. Ik ben begonnen met het combineren van stenen al misschien wel 10 jaar geleden. Omdat ik vind beelden heel mooi, ja, in alle maten en soorten. Maar ik denk, is er misschien nog een andere mogelijkheid om een beeld te maken uit steen, waarbij je gebruik maakt van meerdere soorten steen. En dat ben ik een beetje aan het verfijnen. En ik maak tegenwoordig misschien 1 op de 3 beelden, maak ik op die manier. Dus echt een steen en dan een andere steen erin verwerken of een pasta erin verwerken of steenpoeder met 2 componenten lijm die ik erin breng. En dat is gewoon om een speciaal effect te krijgen. Een iets ander effect dan een traditionele figuratieve of abstracte beelden.